Wat uw broeders in België deden, kunt u ook in Duitsland. Dit is de oproep van terreurgroep IS in een nieuwe video. Strijders wordt opgeroepen een aanslag te plegen op vliegveld Keulen-Bonn. En dus zijn op de luchthaven extra veiligheidsmaatregelen genomen. Onze verslaggever Paul Eldering die twijfelt of dat genoeg is. Helemaal waterdicht krijg je toch niet. Of er moet rigoureus wat veranderen. Ja, en dat gaat heel veel geld kosten. En daarmee creëer je natuurlijk ook weer hele lange wachtrijen. Maar dat er iets moet gebeuren, dat lijkt me wel duidelijk. Keulen-Bonn is een relatief kleine luchthaven in Duitsland. Met ongeveer 10 miljoen passagiers per jaar. Er gaan ook al Nederlandse reizigers in het grensgebied die maken gebruik van Keulen-Bonn. De angst die slaat om zich heen. Hè? Dat, het zal je maar gezegd worden dat daar binnenkort een bom kan ontploffen. Dat er bloedige aanslagen gepleegd gaan worden. Ja, dan ga je toch niet zo makkelijk meer naar zo'n vliegveld toe. Ja, ik zou ook niet zo met zo'n gerust gevoel naar zo'n luchthaven reizen die echt specifiek genoemd wordt door zo'n terreurbeweging. Aan de andere kant moet je ook realistisch blijven. De kans dat je daar net op het verkeerde moment zou zijn, die is natuurlijk blijft vrij klein. En de kans dat ze deze terreurdaad echt gaan uitvoeren daar, ja, dat weet je ook nooit zeker. Het kan voor hetzelfde geval slaan ze ergens anders toe.